Op dit moment heb ik dus mijn schoenen aan. Die zijn absoluut niet bij bescherming. Waarom? Bij de sabel is alles boven de gordel. Maar bijvoorbeeld bij degen mag je van de punt op de voet tot het hoofd raken. Dan de broek is een stevige broek. En dan heb ik een ondervest aan. Die is gemaakt van Kevlar, van koolvrije veststof. Dat is voor bijvoorbeeld, ik heb hier nu toevallig een wapen bij dat afgebroken is. Stel u voor dat zo'n wapen is redelijk scherp. Door de gewone vest gaat, dan heb je nog altijd die Kevlar vest om absoluut alles te blokkeren. Over een elektrische vest en dan nog het masker, dat zoals je ziet heel goed beveiligd is. Ook daar eigenlijk heel weinig problemen mee of accidenten.